zit de verzorger aan tafel. 20 jaar lang heeft u voor Irma gezorgd, hè? Ja, dat klopt. Hoe bent u eraan toe? Als ik dit zie, dan ja, het doet wel wat met me. Maar het is wel een keuze waar we achter staan. Hoe moeilijk was die keuze? Heel moeilijk, want je hebt het over dierwelzijn. Het zou heel egoïstisch zijn als ik zeg, weet je, ik kan dat dier een jaar nog prima verzorgen, zet ik ze apart. Maar dat is geen olifant meer. Een olifant hoort in een kudde. Ze verloor heel veel gewicht. In zichzelf gekeerd. Je zag net dat ze een beetje zo naar beneden stond. Slurf op de grond. Niet echt veel interactie met andere dieren. Tenzij de jonge dieren bij haar komen. Kiezen die minder worden. Weven deze niet meer. Weven is een beetje stereotyp gedrag. Wat olifanten, wat wij vroeger deden. Hè, 30 jaar geleden werden ze nog aan de ketting gezet. Daar zijn we gelukkig van afgestapt door te zeggen van, nou, weet je, we gaan in Blijdorp een grote stal maken waar dieren gewoon vrij rond kunnen lopen, waar geboortes plaatsvinden. Ja, en aan die opstapeling van, ja, dan. En dan is het dus eigenlijk het moment dat ze overlijdt. En Jort zei het net al, eigenlijk kunnen we daarin zien hoe je zachtaardig kunt samenleven. Hoe je kunt samenleven. Want wat er dan gebeurt met die olifanten en hoe ze dan afscheid nemen, dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien, hè? Dit zijn de ja, camerabeelden daarvan. Ja. Wat dus zien we hier? Ja. Dit was van gisteravond. Ja. We hebben in de avond Irma gescheiden van de groep. Ja, want anders kunnen we er niet euthaniseren. En we wilden nog wat bloed afnemen. We hebben ze apart gezet. Uiteindelijk was ze geëuthaniseerd. En toen hebben we de groep erbij gelaten. En wat je hier ziet, is eigenlijk dat de dieren heel erg rustig, kalm. Het is muisstil. Er gebeurt helemaal niks dan alleen maar aanraken en er rondomheen lopen. Is dat echt typisch olifantengedrag, dat rauwe? Dat is wel typisch olifantengedrag. Ja, het gebeurt ook al bij mensapen. Hè? Dat als een aapje doodgaat, een jong aapje, dat we dat bij de moeder laten. Omdat er, ja, daar zit ook een rouwproces zit eraan. Het is niet, dit is ook familie, hè? Het zijn eigen nakomelingen. Dit waren 4 generaties. Ja. Ja.